De algemene financiële beschouwingen die vinden vandaag en morgen plaats in de Tweede Kamer. Het parlement wil onder andere het minimumloon verhogen en de accijnzen verlagen. Wiebren van Hagen van BVNL die is kritisch op belastingen en op het ondernemingsklimaat. Bijna 1 miljoen mensen leven in armoede. En wat doet de overheid? Die legt deze mensen aan het staatsinfuus, zodat ze net niet bezwijken. En dat noemt men dan koopkrachtreparatie en gelijkwaardigheid. En voor deze afhankelijkheidssubsidie wordt er 2 miljard euro weggehaald bij mensen die nog net wel hun eigen broek kunnen ophouden. 25% van de Nederlandse familiebedrijven kan de overdracht van het bedrijf naar de volgende generatie niet eens meer betalen. Het gevolg is een exodus van bedrijven uit Nederland en dat prachtige bedrijven verkocht worden aan Chinese staatsbedrijven en de opbrengst ervan verdwijnt naar landen zonder jaloeziebelasting. Kan de minister aangeven of dat het gewenste effect is en wat het vertrek van al deze grote en kleinere bedrijven precies kost? En kan de minister misschien eens gaan praten met Stefan Tax, de voorzitter van Familiebedrijven Nederland, zodat hij een goed beeld krijgt van het bloedbad dat dit kabinet heeft gecreëerd? Familiebedrijven moeten behouden blijven. Ik vind woorden zoals bloedbad en dat soort dingen, dat moet ook denken aan de waardigheid van het debat. Ik verander dat in chaos. Kijk. Ja, dat is goed. Verder. Ja, dank u wel. Chaos. Ja, kun je even vertellen wat volgens jou de grootste thema's waren van de algemene financiële beschouwingen? Ze waren heel lief voor elkaar dit jaar. Ja? Ja, je kan echt merken dat er ineens ook ten opzichte van 2 weken geleden een heel andere modus is. Maar ook heel anders dan voorgaande jaren. En dat heeft alles te maken met dat de verkiezingen aankomen. Dus het scherpe randje was er echt af. En met name de coalitiepartijen waren allemaal heel erg mild ten opzichte van elkaar. En er waren relatief echt weinig interrupties. Bijvoorbeeld Forum van Democratie, die had een meneer Janssen afgevaardigd. Die heeft een overzicht gegeven wat er allemaal gebeurd is onder de 12 jaar onder bewind van Mark Rutte. Welke belastingen allemaal veranderd zijn en ja, het was niks anders dan verhogingen. BTW hoog is van 19 naar 21 gegaan. Zou tijdelijk zijn, maar het staat nog steeds op 21. Lage tarief is van 6 naar 9 gegaan. Zou ook tijdelijk zijn, ook niet gebeurd. Het inkomstenbelastingpercentage staat nu bijna op 40%. Was 35 en zo noem je een heel rijtje op. Maar er is ook niemand die daar ook enige interruptie op gedaan heeft. Dus meestal komen er wel wat kritische vragen aan Forum van Democratie. Of ze hebben het ervoor gekozen om het niet te doen, of het was zo feitelijk dat er niks tegen in te brengen was. En in hoeverre gaan deze debatten dan anders dan bijvoorbeeld tijdens de algemene politieke beschouwingen? Nou, toen hebben ze echt geprobeerd elkaar beentje te lichten. Toen is Van der Plas en Omtzigt ook met hun inbreng dat zij het minimumloon wilden verhogen, is compleet weggelachen omdat ze dat niet onderbouwd zouden hebben financieel gezien. En dat was nu helemaal niet. Hoe kan dat? Dat heeft ook mee te maken dat bij de algemene politieke beschouwingen de lijsttrekkers vooraan stonden. En bij dit debat meer mensen die wat minder hoog in de ladder staan. Die kunnen het allemaal wat beter vinden. Ook. En voor heel veel is dit ook hun allerlaatste debat, omdat ze de politiek verlaten. En dus voor velen was het om over te strijden. Nee, het was gewoon een soort bijna melancholische afscheidsronde. Ook van hele verschillende partijen die elkaar bedankten. Van we hadden wel verschillende meningen, maar we zijn toch zo gezellig samen op de trein naar Venetië geweest. En dat soort dingen die politiek gezien eigenlijk totaal niet interessant zijn. Maar bijna met weemoed van, dit is onze laatste keer. Ja, een verhoging van het minimumloon. Ja. Was een motie in de Tweede Kamer? Ja, dat was dus twee weken geleden. Is dat, dat is precies wat ik net zeg. Dat was wat Omtzigt en Caroline van der Plas inbrachten. Ja. Het ook niet als eerste trouwens, hoor. Er waren al meer partijen dit ook al besproken. En toen werden zij daarom compleet weggelachen, omdat ze dat niet financieel onderbouwd hebben. Inmiddels is de regering gekomen van nee, dat kan niet, het kost veel te veel. Maar lijkt het toch al een beweging te zijn van dat in plaats van 1,7% 1,2% wel bespreekbaar is. Daar lijkt het een beetje heen te gaan. Ja, die werd toen aangenomen met 85 stemmen. Exact, ja. En waarom was dit dan zo'n belangrijk thema? Nou ja, omdat mensen in de armoede aan het raken zijn.
De lasten zijn natuurlijk allemaal veel hoger geworden. Gewoon je boodschappen, je merkt het zelf al, is allemaal veel duurder geworden. En om dat een beetje te repareren, moet het minimumloon voor de armste groepen iets hoger komen. Alleen ja, dan de regeringspartijen zijn daar gewoon niet voor. Dat merk je gewoon. Het grote plaatje is dat Rutte en Kaag hun, met hun hoofd in de wolken liever met Klaus Schwab zijn. Die was vorige week nog in Den Haag. En liever bij hun internationale betrekkingen zijn om zich druk te maken om de relatief armste mensen van de bevolking. Dat merk je op alle dossiers. Ik bedoel, toeslagenouders zijn lang vergeten. Mensen in Groningen zijn lang vergeten. En ja, EU en WEF zijn veel belangrijker voor hun. Hey, wat vind jij ervan dat een demissionair kabinet nog doorgaat met dit soort grote, belangrijke dossiers? Ja, ik heb er altijd mijn vraagtekens bij gezet dat daar geen grondwetwijziging voor aangevraagd is in het verleden al. En we zien dat eigenlijk de laatste decennium al een paar keer tot dit soort gekke draaien leiden. Dat er nog snel wat zaken doorheen gedraaid worden, zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van het WHO-plan, dat Global Treaty. Ja, dat is ook iets wat je eigenlijk aan een demissionair kabinet helemaal niet meer zou mogen toevertrouwen, omdat zij niet meer het mandaat hebben. Ja. Democratisch en staatsrechtelijk gezien, volgens de letter blijkbaar wel, want het kan. Ja. Maar als je het staatsrechtelijk gaat onderzoeken, denk ik dat er wel wat op valt aan te merken. Ja, daar zag ook Rob Jetten, die riep op om zo snel mogelijk nog zoveel mogelijk miljarden doorheen te jagen richting klimaat. Ja. Het leek wel een doel op zich te zijn om dat geld er maar uit te gooien. En als je denkt van ja, klimaatmaatregelen, er staat maar voor 5% vast dat dat echt effectief gaat zijn. Ik zou zeggen van, ga dat dan onmiddellijk doen. Maar heel veel andere dingen, die zijn heel twijfelachtig. Ik zou zeggen van, doe daar dan even wat voorzichtiger mee als wij zien dat de bevolking, ja, wat ook een onderzoek aangetoond heeft, dat 60% van de huishoudens financieel niet in een stabiele situatie verkeert. Ik las gisteren een artikel over dat het ontbijt op school echt hand over hand toeneemt. Dat mensen 's ochtends niet meer ontbijt kunnen aanbieden aan hun kinderen. Terwijl het natuurlijk een heilig moment is dat je zo'n bijeenkomst 's ochtends hebt, dat je samen de dag start. Maar nee, ook alle politieken gaan eraan voorbij aan die armoede. Ja. En dan aan de andere kant worden er miljarden gepompt in een klimaatdeal waarvan we nog niet weten hoe het gaat uitwerken. Want je zegt 5% staat vast, dat zal renderen. Ja. Maar die 95%, nou, dat doen we dan maar. Want hoe meer erin poppen. Nee, dat geld moet kennelijk in één keer weg. Ja? Heel bizar. Daar allerlei buitenlandse dingen kunnen ook miljarden. Ja. Bijvoorbeeld Oekraïne, maar er zijn nog veel meer buitenlandse dingen waar echt met miljarden gesmeten wordt. En dan wordt hier over een paar miljoen wat heel moeilijk gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor de zorg. Hè? Afgelopen maandag heeft Kuipers getekend voor de Global Health Pact. Ja. Dus de zorg in Nederland zal hervormd worden, maar wel met een internationaal karakter. Hoe kijk je daarnaar? Ja, alles. De hele richting waar dit uit, alles wordt globaal natuurlijk. Hè? Ja. Dus het is. Jij hebt het over staatsrechtelijk en democratisch, maar van die democratie en daar blijkt niets meer van over, nee. En of een Nexit-uitkomst gaat bieden, ik weet het niet. Wat denk je? Ja. Waarom denk je dat? Nou ja, in elk geval zodat je uit de EU bent. Maar goed, alles wat ik nu hoor lijkt in de richting te gaan van de EU en van globaal. Dus Maar ja, waar ligt dan de grens, Bert? Want als de Kamer door wil, dan moet dat natuurlijk wel met een demissionair kabinet. Ja. Waar ligt volgens jou de grens? En hoe bedoel je dat precies? In hoeverre een demissionair kabinet nog moet doorregeren? Nou ja, kijk, de belangrijke thema's moeten ze sowieso doen. Daar hebben ze ook weer een flinke vergadering al over gehad. Om precies tot in de puntjes en de comma's te besluiten waar ze wel demissionair op zijn en waar ze missionair op zijn. Dus ja, maar goed, dat zijn ook ellenlange debatten geweest. En heel veel dingen eigen ze zich gewoon nog wel toe. Er wordt meer en meer de Tweede Kamer, het controle middel van de bevolking eigenlijk op de regering, wordt op steeds meer thema's gewoon genegeerd.